Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Het leek me weer leuk om een dagje aan mijn leven te gaan filmen. De afgelopen tijd maak ik regelmatig dagvlogs. Ik merk dat jullie het heel erg leuk vinden om te zien wat ik nou zo op een dag doe. Ook al heb ik zelf niet het gevoel dat de inhoud van de dag iedere dag verandert, toch is mijn dag elke dag weer anders. Vandaag is het zondag en ik heb een aantal dingen op de planning staan. Ik ga een stukje wandelen en eventjes naar buiten. Want ik ga naar een koffietentje of nou ja, een cafeetje die open is. Want ik vind het fijn om tijdens deze periode toch wat lokale tentjes te supporten. Dus ik ga daar even een to-go'tje halen en dan ga ik weer naar huis. Want dan ben ik ook weer eventjes buiten geweest. Want deze dagen ben ik eigenlijk grotendeels van de tijd gewoon binnen. Want ik vind dat wel zo prettig. En vandaag wil ik ook een aantal dingetjes voor school doen. En misschien dat ik ook nog een beetje content ga maken. Ik heb wel wat dingen op mijn planning staan. Maar omdat het zondag is, wil ik gewoon een beetje alles op mijn gemakje doen. Dus ik hoop dat ik wel de meeste dingen die ik gedaan wil hebben vandaag wel gewoon gedaan krijg. En anders is het jammer. Dan moet ik het opschuiven naar de volgende dag. Ik merk wel dat ik steeds flexibeler word in mijn planning. Normaal gesproken was ik altijd heel erg streng van vandaag moet ik dit doen. Maar nee, als het niet lukt, dan lukt het niet. Ook al is dit niet het meest gezondste ontbijtje, het is wel een lekker ontbijtje. Ik heb hier dus een broodje hagelslag, een kopje thee en ik ga mijn planning voor vandaag maken. Van Chicel mogen ontvangen en die ga ik vandaag in deze video met jullie delen. We hebben als eerst dit topje. Dan hebben we dit topje. Dit is zo schattig. Dan hebben we deze short. Ik vind het model echt heel erg leuk en hij is lekker high-waisted. Hij zit comfortabel en is mega stretchy. Dan hebben we mijn laatste item. En dit is ook een top met ja, een soort van pofmouwtjes. Dat was dan mijn mini shopvlog. Ik zal de linkjes van deze items hieronder in de beschrijving zetten. Ik heb mijn outfit voor vandaag even veranderd. Ik heb mijn nieuwe topje aan. Ik dacht dat is misschien wel leuk. En dan met dit ja, vest, jasje. Want ik heb niet echt hele leuke lente slash zomerjassen. Dus ik dacht, nou dit gebruik ik wel als jas. Dat is zeg maar dik genoeg. En dan moet het wel leuk staan met de rest van mijn outfit. Dus dit is de look voor vandaag. De zon schijnt lekker en het is zo vredig. De vogeltjes fluiten. Oh, heerlijk. Ik ben nu bij de uitje van de dag, bij Matcha Mafia. Ik zit buiten te wachten op mijn bestelling. Het is natuurlijk heel erg vroeg. Er is hier gewoon niemand en dat is wel fijn. En ze zeggen ook heel erg netjes dat er maar één klant per keer naar binnen mag. Dus mocht jij in Amsterdam wonen, dit is no spon, dus gewoon uit eigen initiatief, ga hier even heen. Ik ga straks voor het eerst proeven. Ik hou sowieso ontzettend veel van matcha, maar ik denk dat ik het wel lekker ga vinden. Ik ben inmiddels alweer thuis en ik heb mijn ontbijt 2.0 of pre-lunch. Ik heb hier een toast. Het is best wel gek om dit niet in de zaak zelf te eten, maar thuis. Maar het is ook puur gewenning dat ik dat doe. Maar ik vind het wel chill dat ze ook gewoon nu to-go hebben. En ik ben benieuwd wat ik van de toast. Ik lig lekker in bed. Het zal weer niet zo zijn in mijn leven. Maar ik ga nu even een aantal foto's bewerken op mijn telefoon. Ik vind het gewoon leuk om ermee bezig te zijn. En ik ben zo blij met hoe mijn
hoe mijn Instagram feed er nu uitziet. Dit is hoe mijn feed er op dit moment uitziet. Ik ben zo blij met de natuurlijke tinten. Ik ben niet echt van de kleurrijke foto's, zoals je kan merken. En in de app Unum ben ik een beetje mijn feed aan het voorbereiden. Het is nu één grote chaotische bende. Dit is niet eens hoe ik het wil. Ik wil mijn feed een beetje afwisselen met foto's van mezelf en mooi beeld dat mij inspireert als in van dat heb ik wel zelf gemaakt. Alleen ja, ik vind zulke foto's ook wel leuk tussendoor. Anders is het zo heel erg van mi en dat vind ik gewoon niet leuk. En ik denk dat ik binnenkort wel een video wil gaan opnemen van hoe ik mijn foto's bewerk. Maar bijvoorbeeld dit. Dit is de after en dit is de before. Het is een prima foto op zichzelf. Maar ik vind het wel leuk om het een beetje te bewerken. Maar ik bewerk mijn foto's niet extreem. Ik heb wel een aantal presets op mijn telefoon. Maar die vind ik gewoon niet mooi. Ik ben nu aan het bewerken. Ik ben bijna klaar. Ik ben namelijk een IGTV aan het maken. Ik upload nooit IGTV's. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om een keer wel daar gebruik van te maken. Ik heb een kleine dagelijkse make-up routine gefilmd. Ik heb het al vaker in een vlog laten zien. Maar ik dacht, hey, misschien is het ook leuk om het op Instagram te delen. Dit is mijn soort van introotje. Hey, in deze IGTV laat ik zien wat mijn dagelijkse make-up routine is. Het weer is omgeslagen. Vanochtend was het zo mooi weer toen ik ging wandelen. Maar nu is het bewolkt. Volgens mij gaat het straks onweer en regenen. Zo'n gevoel heb ik. Maar ik heb mijn lunch. Of nou ja, soort van lunch. Ik heb hier poffertjes. Want ik had nog poffertjes in huis. Dus dat heb ik opgewarmd. En dan ga ik eten. Het is nu 2:30 of zo. Lekker verlaat lunch. Ja, dat komt omdat ik 2 keer ontbijt heb gehad. Het wordt tijd om eventjes iets aan school te doen. Voor het vak beïnvloedingspsychologie hebben we een reader. En dat houdt in dat hier heel veel leesmateriaal in staat. Dus ik heb al een deel gelezen. Dit was een paar dagen geleden. Maar ik ben niet echt zo'n ster in lezen. Ik vind het een heel interessant vak. Alleen ik vind het soms nog best wel lastig om het te onthouden. Gewoon meer de termen en zo. Maar het gaat nu over, even kijken. Het gaat nu over zelfwaardering. En ik vind dat zo ontzettend interessant. Dus ik ga me even inpakken in mijn deken als een burrito. En dan ga ik even lezen en dingen markeren die ik extra belangrijk vind. Zodat ik later eventueel er een samenvatting van kan maken. Of iets in die richting. Maar ja, dan ben ik een beetje bij met de stof. Ik stel altijd het leeswerk uit omdat ik er gewoon niet van hou. Psychologie is zo interessant, man. Niet normaal. En dit is nog maar een klein deel ervan. Ik had ongeveer 1/2 jaar geleden medepsychologie gehad. En nu heb ik dan beïnvloedingspsychologie heel erg marketing gericht. Echt op personen gericht. En je leert gewoon zoveel over het brein en mensen kennen. Er is natuurlijk nog heel veel. En misschien dat ik later in de toekomst meer over psychologie wil weten en leren. Zo interessant. Ik geloof ook echt dat mindset echt key is. Als jij ergens negatief over denkt, dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken van oh, ik ga school niet halen, weet je. Dan is de kans groot dat je school ook niet haalt. Maar als je denkt van yo, ik ga ervoor, ik heb er vertrouwen in, dan is de kans groot dat je het wel haalt. Ik ben heel erg positief ingesteld, dus ik heb over het algemeen wel een positieve mindset. Maar bijvoorbeeld op sportgebied heb ik een hele negatieve mindset. Want ja, kost te veel moeite, heb ik geen zin in en het gaat me toch niet lukken. Daar denk ik dan aan. Maar nu betrap ik mezelf op van als ik die mindset gewoon switch, dan gaat het zo erg veranderen. Dus mijn tip van de dag is, als jij ergens tegenaan loopt, verander je mindset. Want het is nooit te laat voor verandering. Het is inmiddels alweer avond. Ik had einde middag nog een beetje opgeruimd. Want ik moest een aantal dingetjes in de badkamer even reorganiseren. En toen ben ik samen met mijn huisgenoot gaan eten. En toen gingen we ook nog eventjes chillen. En nu wordt het tijd om deze vlog af te gaan sluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ga even lekker chillen. En dan ga ik
mijn bed in. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!